Yo, beste kijkers van DW Vissen Team. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van DW Vissen Team. Kijk eens jongens. Karpervissen door Nederland, hè? We gaan vandaag naar een nieuwe provincie. We gaan naar Brabant. Brabant is. Brabant zo geteld, jongens. Anderhalf uur rijden vanaf hier. En mooi watertje uitgekozen. Nog nooit gevist. Maar we gaan samen met een fan vissen. Nathan. Nathan de strijder, jongen. SO. SO de Nathan. En ja, we gaan ervoor. Ja, we gaan even alles in een kleine autootje proppen. We zijn met de auto van mijn zusje. Ja, shout-out dus, naar Juliette. Ja, shout-out naar Juliette. We gaan hem inpakken en we gaan hem aantrappen. Check. Lekker klein, hè, zo'n stretchje van 600 euro. Ja, hij is wel echt slaap als een koning, hè. Dat sowieso. Dat moet je niet vergeten. Gaan we de trolley meenemen? Ja. Het pak ik af. Snel, ja, ja. Toeten. Nee, joh. Ja, ze is net weg. Dus, zelfs in de wijk, hè. Ogen scherp. Ogen scherp altijd. Ze klaar om te gaan richting Brabant. Loeloe. Geleende auto. Dus ja, we moeten even uitkijken hoe die nou precies moet tanken. Daar nu weer. Is dat een rondje van de zaak? Ja, een rondje van de zaak. Dat moet ook nog uit. Ja, hoe maak je dat ding open? Andere, misschien met deze knopjes, hier ze. Weet ik het. Dat is een hendel. Je pak je stappen, je vergeet hem. Los toe, grote stas en ik kom bij je. Ga je wil je staan, niet moet je paaien. Ik heb de was aan niet gezeerd. Meer dan ik dood heb gesmeerd. Ik heb te weinig geleerd. Mooi. Mijn huisauto is echt wel duur. Dat zijn we hebben. Ah, dit is toch kut. Ah, we zijn er wel eigenlijk. Nou, een keertje naar het verkeerde water. Daar heb je hem, Daniel Tiedink. Kijk eens. Alsof het ervoor gemaakt is. Ja, zo lijkt het bijna wel, hè. Kijk eens, hoppakee. Nou, aangekomen bij het water. Actiefes, hè. Mooi water, mooi groot watertje in Brabant. En we hebben al even één keer spullen gelopen. Ik loop hier nog met twee mooie dwarfjes. En heb je er vertrouwen in, Daan? Ja, wel een beetje groot en niet echt mooie stekjes van hier, maar nog even met dieptemeters om te kijken. Juist. Zou het wel moeten goed komen, denk ja, ik. Ja, een nieuwe dieptemeter. Ah, in nul. Dus, jij moet raden wel vergeten zijn. De afstandsbediening. Ja. Nee. Ja. Nee. Nul, maat. Ik dacht al, dat moet ja, zijn. Kut, sorry. Dan hebben we wel een probleem, denk ik. Dan weet ik wel zeker een probleem. Nou, ben ik benieuwd of we nog vis gevangen eigenlijk, zonder dieptemeter in boot. Ah, jongens, we gaan weer strijden. We laten ons niet kennen. Nee, ja, het zal vast wel weer goed komen, maar na tegenslag, toch? Ik hoop een vis, want dit is toch kut. Zo, uurtje voor 8, morgen chat. We zijn er, lekker de spullen aan het opbouwen. Daar hebben we hem, de maestro. Verse trui ook, jongen, niet normaal. Ja. Hey, hoe is het erbij, Naad? Ja, goed. Tijdje terug, hè? Ja, dat is een tijdje geleden, was de KWO een Action Day. Mooi. Lang ja, geleden. De beurs. Ja, een tijdje geleden, Naad. Hey, heb je lekker gewerkt? Ja, ik wel. Ah, lekker chat, loop jij even met hem mee met die trolley? Even spullen ophalen. Mooi. Knollen. Wij zijn. Nou, dames en heren, Daniel is druk bezig met zijn onderlijn. Met de onderlijn is klaar. Wat gaat het worden? Nou, zo ziet het er nog een beetje uit, maar die gaat een rollingrig worden. Die gaat een single pop-up rig worden. Ik ga allebei met een pop-upie, dezelfde. Ja, ja, allebei dezelfde. Dit ga ik ervan afhalen, want hij moet ongeveer zo boven de bodem komen te staan. Ja, dat wier is niet normaal. Ja, we laten de bodem zo even zien, maar het is bizar. En we hebben een strategietje besproken. We gaan 50 meter aanvoeren met ongeveer 5 kilo bollen. Gaan we 6 hengels erop knallen. Aangezien we geen dieptemeter hebben, niks weten. Maar we wel vissen aangespringen. Dus ja, op hoop van zegen zou ik zeggen. Dus dat gaan we worden. Ja toch. En Nathan, wat gaat het bij jou worden? Ja, ik heb er niet echt goed nagedacht wat ik ga doen. Ik heb ook gezien, er zit super veel wier. Ik denk gewoon tjotje erin of Ronnie rig erin. Ik ga ook één tjot en één Ronnie. Dat gaan we worden. Ja, dat denk ik ook. Ik mag het hopen. Ja, dat moet eigenlijk wel lukken eigenlijk, hè dan? Ja, zou je zeggen wel. Zit er zit dikke vis, moet gewoon helemaal goed komen. Hey, jongens, zoals we zeiden, we gaan een flinke voerstrook aanleggen. We gaan eerst even wat voer smijten. De hoptuna van de en de formula. Misschien weer harder praten? Nee, dat hoor je wel, die microfoon is top. Ai. En we gaan dus lekker veel erin meppen, heel verspreid. We hopen en verwachten dat dit niet heel vaak gedaan wordt en dat die vis gewoon even in de nacht hier helemaal los gaat. En dat we dan kunnen gaan slachten. Ook geen idee van diepte of zo. Nee. Kijk, we hebben hier volle zakken. Ah, laat eens even zien. Zeker wat 2,5 kilo. Nathan ook lekker bezig. Ja. Kijk hem even smijten dan.
Hoeveel voer je normaal gesproken ongeveer na dan? Een kilootje of anderhalf. Nou, dan lusten die Brabantse karpertjes toch wel? Ja, denk ik ook wel. Ah, daar blijven we even doorgaan. Zoals je kan zien, meer dan genoeg bier aanwezig. Dus lekker drijvend. Mooi brilletje heb je ook over. Ja, hè? We zijn helemaal party hardy. Snap je? Dan. Karpet donderdag. Ik heb hier drie keuzes voor jou. Ja. Ergens heb ik een halve boilie, ergens heb ik een hele rode boilie en ergens een gele pop-up. Als jij in één keer de gele pop-up kan kiezen, dan heb je de eerste stekkeuze. De hele boilie is de tweede stekkeuze en de halve de derde. Wat ga je kiezen? De beker of een van mijn handen? Ik ga voor een van je handen. Kies maar. Dan, die. Eerste stekkeuze van Nathan. Yo! Mag ik dan kiezen? Wat wil jij zitten? Ja, ik ben het haasje. Doe mij maar de beker. Jij bent het haasje, dat is de halve. Ja, dat is zou weer zien, het zou weer zien. Dat moet je denken. Nee, we hebben het lekker aangevoerd en we gaan gewoon lekker drie stukken verdelen onder drie personen. Bam, alle hengeltjes op één strook en dan gaan we ervoor. Oh, lekker eten. Wil je ook eentje, Nat? Mag wel. Goed, goed. Lekker, speklapiers. Hey, burger, jongens. Even een keertje, helaas. Ben je teleurgesteld? Nee, gaat wel goed, hoor. Gaat er even goed in, toch? Jazeker. Ah, kijk eens. Heerlijk geniet, hoor. De hengels liggen op scherp. Ik kan even niet inzoomen. Dat komt door de vieze vingertjes. Wel vaker vieze vingers, zeggen ze. Oh. Maar, Vieze vinger Daniel noemen ze. Ja, zo noemen ze hem ook wel eens. Nou, jongens. We gaan even wachten. We hopen dat er voor het 12 uur een visje uitkomt. Visje. En we gaan eten. Zie je het. Wat gebeurt er? Komt net een run, want je is de rechter hengel. Maar is te praten. Nee, dat meen je niet. Ja. Hey, je ziet er wel mooi uit hoor. Ik zeg eerlijk. Kijk dan hier weer spiegeling. Jongen. Beetje zeker. Ja. Je zou zeggen volle maan bakkenacht, maar. Of een kleintje man. Maar is het een beetje vastgezonden in het dier. Maar op zich nog wel voor het donker, hè? Ja. Een karper? Meen je die? Begin je schermen dat even. Zo, lekker. Hij zit zwaar vast in het vuur. Nou, dat wordt zwemmen. Ja, ik krijg hem wel mee. Dat is karper, hè? Ja, man. Nee, joh. Op de voerstrook, Nathan. Ja, maar die run was nog helemaal niet zo heel slecht. Tik hem aan, tik hem aan. Jongens, ik kreeg natuurlijk een run. Maar wat blijkt, er zit heel veel lijn van een andere visser aan. Hij zat muur en muur vast. Laat zien. Ja, ik weet niet of je het kan zien. Ja, een beetje niet. Dus waarschijnlijk zat die vis dan aan de andere kant van de lijn. Maar die lijn is waarschijnlijk gebroken en niet mijn lijn. Dus ja, er zit wel vis in de buurt. Je ziet ook veel springen. Dus we hebben wat bijgevoerd nog. Ja, en, kijk, daar staat hij wel met de boilerpijp. De oude baas. We gaan een nieuwe pop-up eraan doen en dan gaat hij er weer in. Ja, beter hè. Nou, toch lekker activiteit toch? Dat wel, dat wel. Nu ja. Nog eentje op onze eigen. Snap je, we hebben weer vertrouwen. We hebben hier Nathan Jansen. En die gaat even een geintje uithalen. Bij Chit van der Schee, die heerlijk heeft geslapen. Oké, okay, even strikken. Ja. Chit, chit, chit! Robby, s'nachts, Daniel zijn rechter hengel loopt af. Morgen! Morgen! Hey, dames en heren. We zijn echt net
wil ik net in bed gaan liggen. Ik lag bijna te slapen, mijn ogen zijn echt mini. Gaat die hengel in één keer als speurder vandoor. Mijn tweede hengel, Chitty, die gaat als het goed is nu zijn bed uit komen. En dan gaan we hem even op het foto zetten. Wat schat je hem? Wel een kilootje of 10 toch? Ja, denk ik wel hoor. Yes, daar is hij dan. We hebben. Ik ben blij jongen. Ik kom net uit het vangrit terug. Bakken van karpers gevangen. Eerste sessie in Nederland. Uurtje of 4, wat zal het zijn? Half 4. Half 4, moet je kijken. Moet best lang ook. Ja, dat zijn die strijders. Ja, die echte strijders, hè? Die Brabantse strijders, ik zie het wel. Ja, Brabantse bollen heeft hij wel gegeten in het verleden, dat kan je zo zien. En wat zeggen ze altijd in Brabant? Toch tiktian. Toch tiktian, heb ik gehoord. Toch tiktian. Nee, het is echt een dikke bak. We gaan even een foto schieten en dan mag deze grote jongen weer lekker zwemmen. Hoop op nog eentje, na die verspeelde vis. Maar we gaan ervoor. Tieven, zo, kijk, film. Lekker in de brand net. Mijn hand in de oude brand. Ja, de kant is een klein beetje hoog hier. We hebben de vis net gewogen en gemoten. Zo, gewogen en gemeten. Lekker zwemmen. Ja, dan mag het weer. 83 centimeter, 11 kilo. Lekker. Toch een mooie strijder. Tik hem aan jongens. En Naad, lekker bezig. Naad. Ja. Good morning sunshine. Goedemorgen. Happy days. Yeah, you know what's happening tonight. We hebben vannacht toch een lekker visje gevangen. We moeten zo meteen even de correctie kijken van de weegschaal. Volgens mij was die 11 kilo. Durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. We gaan even lekker wakker worden. Met een koud stiertje. Ja, dat vind ik even. Ja, net 2 minuten wakker. Mijn vrouw kwam ons vanmorgen wakker maken voor longvloer. Het is om een jointje mee te draaien. Nou, ik dacht dat ik gek werd, hè. Ik hoor in één keer, meneer, heeft u longvloer? Nou, ik zei, half 8. Ja, wegwezen hier zo, joh. Ik kreeg op mijn 6:30 die visbeet. Maar ja, we gaan zo meteen naar een ander putje toch, Nathan? Ja, naar een ander putje, ook bij mij in de buurt. Ik denk dat we daar nog wel een paar visje kunnen strikken. Moet wel, denk ik wel. Dat zou toch wel even lekker zijn. Maar ja, toch, we gaan gewoon alles op alles zetten, hè. Want hier is toch niet gelopen hoe we wouden. Dus ja. Ah, beter iets dan niets, hè? Zeker. Ja, en zonder voerwoord hadden we geen vertrouwen in. Dus. Mooi. Het heeft toch nog een beetje gewerkt. En nog eentje verspeeld vannacht. Ja. Moet je nagaan. Dramatisch, hè, dramatisch. Maar we gaan nog even door, knallen, Nat. Het is 10:30. Tijd om op te ruimen. Te verkassen. Naar een andere stek toe. Dan gaan we nog een vis vangen. Ah, jongen. Nou jongens, zoals je ziet, we hebben een stagiair. Dat is een nieuwe stagiair. Heerlijk, dat is toch wel lekker leventje in Brabant, hè? Ik zeg, hè? Laat hem even doen. Oh, prachtig. Dat heb je gedaan, Daan. Ja, ik sta in de schijn. Hé, hey, maar kut, kijk. Ja, dat is lekker om op beeld te hebben. Dat is wel lekker, hè? Dat is lekker. Ja. En morgen, hey! Nou jongens, weer een lekker Vivid ontbijtje met een Red Bulletje. Ja, lekker. Lekkere broodjes. Ja, onze kleine knul Nathan die zit al bij de waterkant te wachten. We dachten, nou, ik trap hem even aan naar de Albertijn. We gaan even eten. Kijk eens, ja, ja lekker, maar we gaan ontbijten en karpen vangen, jongen. Hop. Ja, ja, boys, aangekomen wel. Nieuw watertje. We gaan hier even nog 4 uurtjes sneller of zoiets. Niet zo heel lang. Ja, toch, jij moet weer werken straks? Ja, helaas wel. En, we gaan dus snel de hengeltjes in gooien. Mooie lelievelkjes onder de bomen tegen het eiland. Typisch Brabants watertje. Ja, zie je maar weer. Het gaat knallen worden. Ja, we hebben lekker worstenbroodjes gehad. Nou, sowieso, lekker Brabant. Lekker vlekken ontbijten. Ja joh, best. We gaan even eerst mezelf verwennen, dan de karpers verwennen, denk ik. Ik heb wel honger, man. Ik droom het water op. Ja. Hey, we hebben hier de worstenbroodjes, man. Ja, jongens. Degene die het worstenbroodje kiest, die heeft eerste keuze. Frikandelbroodje is laatste. Croissant is tweede. Oké, Nathan, wie jij kies of ik? Ja, ik ga voor helemaal links. Ja, helemaal links. Oh, dat is derde stekkeus. Nee. Doe mij er dan maar de middelste. Ja, dat is de worstenbrood. Oh, dus ik ben de eerste. Alweer, hè? Oh, lekker. Oh, eet smakelijk, broer. Nooit normaal, man. Valt die trolley om, rolt zo in één keer de cameratas de sloot in. Kijk, het water loopt er nog uit. Zo. Heel die camera, man. Alles nog in het water, gek. Gaan we eerst maar even droog maken. Mooi. En dan gaan we lekker die hengels in. Jongens, het richtje die ik in ga knallen is de chotter. Ik ga hem proberen zo dicht mogelijk onder die boom te gooien. Dus dat ga ik ze even laten zien. Dat moet wel een hele uitdaging dit. Zou het wat zijn als hij de boom vliegt? Zag je hem? Beetje. Fijn. Fuck, die staart. Mooi hè? Ja. Ik ben altijd kwijt. Mijn hengels zijn kut, jongen.
heb je beet? Nee man. Nee, wat goed Nathan, je moet gaan werken. Lekker op de scooter rijden met 30 graden. Lekker, ja. Oh, daar gaan we bril. Ah, het is echt mega warm en we hebben er net even met een drone rondje gevlogen. We zijn erachter gekomen dat er bijna geen vis te zien is. We hebben er wel eentje kunnen zien. Maar ja, al die vis is niks aan het doen, hè. Die liggen alleen maar stil. Is er lekker aan het chillen. Nou, dus we hebben van alles geprobeerd. Maar ja, weet je, aan al het goede komt een einde. Ik en Chit gaan nog even een uurtje verder proberen hier zo. Dan hebben we het ook wat tijd om in te pakken. Het was mooi Brabant. Beetje naar je zin gehad, Naat? Ja, zeker, was echt super gezellig. Lekker man, ook nog een karper gevangen. Ja, zeker. En wij zijn voor het eerst even in het alles een mooie Brabant geweest. Lekker worstenbroodje gegeten. Lekker worstenbroodje gegeten inderdaad. Ah, we hebben niks klaar, hè. Het is even een kleren zo hier zo. Alles is misgegaan natuurlijk. Maar we gaan inpakken. Nou jongens, zoals je achter me kan zien, is de trolley weer ingepakt. Nathan, die moeten we even hard pizza's gaan rondbrengen. Ja. Dus dit wordt ook het einde van de video. Carpen vissend in Noord-Nederland. In Brabant. En we zijn in Brabant geweest, jongens. Weer een vis gevangen. Het gaat lekker. Twee keer gevist, twee keer gevangen, hè dan? Ja, lekker, lekker. Zo hoort het. Ja, we gaan hier nog wel even een uurtje proberen of zo. Dat wel. Vond je de video nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Volg ons op Instagram. En Facebook. Abonneren. Alles op rij. Gewoon abonneren. Abonneer voor meer na het volgende week dinsdag weer een gloednieuwe video. En dan zeggen we op Brabants. Houdoe! Houdoe! Houdoe jongen! Tijd om naar huis te gaan. Hoe maar. Daniel die loopt al voorop. Toch niet meer bij kunnen vangen. Ja, helaas pindakaas. Ja. Nou, was weer een geslaagde dag. Nou, we hebben toch sowieso 3 runs gekregen. Ook al was er eentje niet helemaal een echt run. Die had een andere lijnbeet. Dat was wel een karper, maar die had hem niet geraakt. Helaas. Ik eentje verspeeld. En eentje mogen vangen, dus ik ben er super blij mee. We gaan nu lekker richting huis. We hebben nog 1,5 uur te gaan. Dus ja, ik zie er tegenop. Maar lekker voet bekijken in de auto. Ik zie jullie volgende week. Later.